En als ik één iemand van jullie daarmee kan inspireren, dan is eigenlijk mijn missie al geslaagd op YouTube hier. Ik wil dat keer testen, ik wil eens proberen, ik wil eens zien of mensen dat leuk vinden. Drugs doen, die superveel drinken, die... Goedemorgen iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loran en ik heb me net klaargemaakt om te gaan fietsen. Ik moet mijn t-shirt nog aan doen en mijn sokken, want ik ga nu even 2 uurtjes gaan fietsen en dan ga ik een duurloop gaan doen van ongeveer een uur en een half, ongeveer eens daartussen. Fijn dat jullie erbij zijn, fijn dat jullie weer aan het kijken zijn. Het is prachtig weer buiten. Fantastische dag om te gaan sporten, dus dat ga ik gaan doen. Ik neem jullie mee, ik heb jullie op een stokje gezet, op een monopod. En dan ja, dan neem ik jullie eens mee om te gaan fietsen. Het is rustig vandaag, het is gewoon een rustige dag. Morgen ga ik gaan fietsen met Elias, waarmee dat ik gaan lopen ben gisteren. Dus allee, als hij nog gaat, dus dat is wel nice. En dan ja, ga ik mij klaarmaken om te gaan fietsen vanmiddag. Ik moet niet werken vandaag, dus dat is nice. En dan ja, dan ga ik nog een beetje editen vanmiddag. Dus dat staat er nog wel op de planning. Fijn dat jullie weer aan het kijken zijn, fijn dat jullie erbij zijn. Vergeet zeker niet even te liken, vergeet zeker niet even te abonneren. Want dat is ook wel even belangrijk. En dan ja, dan kunnen we knallen hè, vandaag. Volg zeker mijn Strava als je mijn activiteiten wilt volgen. Want daar ben ik heel actief op. Als ik sport, dan zet ik daar alles op. Dus je kunt alles checken op mijn Strava. Ook als je een keer een detail waarde wilt opzoeken of zo. Veel kijkplezier. We zijn de laatste paar weken goed richting de 10 uur aan het gaan per week. En dat is goed om op te bouwen richting de zwaardere trainingsweken die in de vakantie gaan aankomen. Maar ik heb een beetje last van mijn keel deze week. Ik weet niet waarom. Ik denk van misschien iets minder te slapen of zo. En van veel weg te zijn. Dus ik ga het een beetje rustig houden tijdens de training. Niet te veel intervallen, gewoon rustig gaan fietsen. Die basisconditie weer opkrikken. Maar dat begint er goed aan te komen. Gewoon het lopen moet nog. Allee, vooral het fietsen is goed. Ik weet dat dat een van mijn sterke punten is. En dat ik daar veel tijd kan winnen. Vooral bij de triathlonwedstrijden. En mijn lopen na het fietsen is ook niet slecht. Maar dat kan ook beter. Ik merk dat dat zo wat de sterkere disciplines zijn. En dat ik daar wel veel tijd mee goed maak. Allee, vooral het zwemmen en het lopen wil ik graag nog beter. Maar mijn fietsen is eigenlijk redelijk goed qua basis. Dus dat is wel nice. En ik denk dat dat iets is waar ik mijn sterke punten uit moet halen. En ook het lopen na het fietsen. Aangezien dat ik van die achtergronden kom van atletiek en wielrennen, denk ik dat dat een beetje mijn punten zijn dat ik moet uitspelen in een triathlonwedstrijd. En dan ja, het zwemmen moeten we ook natuurlijk vaker gaan doen. Het zwembad is vandaag wel open, dus ik zie nog of ik misschien vanmiddag ga zwemmen of niet. Ik ga van nu al 3.5 uur bijna sporten, dus we zien het wel. En anders is het voor volgende week, dus... ik neem jullie mee, hè. Damn, onlangs was deze baan super slecht. Ze hebben hier nu nieuwe asfalt gedaan. Oh, paardje. Kijk, die ligt daar neer. Het is echt nice om te fietsen, zie je zo mooi. Ik doe een 55-tal kilometer. En dan ga ik direct lopen. Ik heb 2 gelletjes mee. Gewoon na 45 minuten en na 1.5 uur. En dan neem ik nog een gelletje mee. Voor tijdens lopen. Allee, voor het begin te lopen en dan ook ergens tijdens lopen. En genoeg drinken, hè, jongens. Ik heb ook 2 waterflessen mee. Geniet ervan, hè. Wauw. Oké, dus normaal is de bedoeling dat je genoeg eet. Dus ik had 2 gelletjes mee. Voor na 1.5 uur en 1.5 uur. Na het eerste gelletje merkte ik al dat dat smaakje raar was. Dat was ananas. En daar zaten zo gelijk van die stukjes in. En ik dacht, what the fuck, een gelletje met stukjes. En dat was echt vies. Ik was zo een beetje. En dan had ik na 1.5 uur mijn tweede gepakt. En dat begon ook al met stukjes. En ik dacht, ja. Dus ik heb dat gewoon in de vuilbak gesmeten. Dus nu heb ik honger. Ga ik straks thuis komen even een kleine peperkoek of zo eten of iets. Klein en dan direct gaan lopen. Want anders op een lege maag is dat niet zo de bedoeling en niet zo goed. Maar het is wel prachtig weer. Ik had niet zo super goede benen vandaag. En de banen zo laag ook shit. Het was veel zo betonbanen dat ik reed. En zo klinkers. Dat was niet zo nice. Maar het is wel een mooie dag om te gaan fietsen. Dus jongens, als je nog niet gaat sporten bent, ga even naar buiten. Doe even een kwartiertje sport minimum. Of ga even gaan wandelen of zo. Dat je toch even buiten zit, hè. Zalig. Voilà,
ik ben bijna thuis en dan zie ik jullie als ik heb gegeten en ga lopen. Ik heb even gegeten en dan ben ik naar boven gegaan om de vlog te editen, want de vlog moet vanavond nog online komen en anders ging ik dat niet meer op tijd afkrijgen. Dus ik ga de vlog editen en dan daarna wel gaan lopen. Maar ik ben hier zo net dingen aan het zeggen in de vlog, want ik ben nog even aan het nakijken of alles goed is. Hoor ik mij zeggen dat ik het ga opruimen en kijk waar nu nog steeds staat. Die tv staat er nog steeds en het ding staat nog steeds. Dus ik ga nu echt, als het aan het renderen is, ga ik het echt opruimen. Is dat een vuiligheidje of zo? Nou ja, dat is een vuiligheidje. Wacht. Nu ga ik het dus alles eens echt opruimen. Dan gaat de vlog hier straks in de render en dan kan ik hem online smijten. Het is de vlog met Jente waarin dat we gaan fietsen. Dus dat is wel een leuke vlog. Dus let's go. Het is 6:15 en het is nog altijd warm. Dus ik ga vanavond sowieso nog gaan lopen. Geen zorgen. Ik heb mijn route al gemaakt. Die staat op mijn horloge. Dus die ga ik straks doen. Maar het is dus wat ik zei 6:15 en dus bijna etenstijd. Dus ik ga even wachten als we gaan eten. Want het is warm eten ook nu al 's avonds. Want vanmiddag heb ik boterhammen gegeten. Dus even warm eten. En dan even wachten tot als het eten klaar is. En dan ga ik vanavond gaan lopen op mijn gemak. Dus even naar het water op. En dan een toertje daar nog lopen. En het is toch nog super laat klaar. Dus op zich super goed. Morgen ga ik gaan fietsen met Elias. Ik denk dat ik het al heb gezegd vandaag. Dus dat is ook chill. Leuke plannen nog om te doen. Ik heb dus net mijn kleren aangedaan om te gaan lopen. Ik heb even gestretched. Ik ben ook iets nieuws aan het proberen. Ik wil graag wat TikToks maken om te gaan sporten. Dus ik ben aan het proberen een soort van POV. Kom met mij gaan lopen. TikTok aan het maken. Dus ik ga nu gaan lopen en dan maak ik daar ook een leuke TikTok van. Dus als je mij op TikTok niet volgt, even in de beschrijving. Een beetje uitbreiden in ons kanaal. En ik denk dat dat wel leuk is. We gaan dat eens testen hoe dat is. Ik neem mijn telefoon mee. Ik ga even mijn horloge aan doen. Ik heb mijn hartslagband ook al aan. Voilà. En dan gaan we een rustige duurloop doen richting de Schelde. En dan richting binnen, door en dan zo gewoon een rustig loop. Zo, ik ben thuis gekomen. Ik heb 15 kilometer gelopen. Mijn hairband zit super mooi. Even een beeld tonen. 15 kilometer op het gemakske gelopen. Ik heb een paar TikToks proberen maken. Ik zal je ook wel even een beeld tonen nu. Als pap bluwen. Now this girl want me and her uterus. Fuck it, I'm rich, let's do it. Take a look at these diamonds. Dus ja, dat waren de TikToks die ik heb gemaakt. Ik wil dat keer testen, ik wil eens proberen, ik wil eens zien of mensen dat leuk vinden en als ze dat niet leuk vinden, dan stop ik daarmee. Ik ben gewoon maar wel aan het testen om te zien of wat dat leuk is, wat dat aanslaat. En dan ben nu even uitgezweet en dan ga ik even douchen en dan nog een beetje achter de pc. Het is ondertussen al bijna 10 uur, dus ook al bijna tijd om in bedje te gaan. Morgen heb ik afgesproken met Jent, ik ga niet gaan fietsen met Elias, want het gaat een beetje traag zijn dan denk ik anders. En dan ik wil graag nog wel wat kilometers maken. Dus morgen 126 met Jente. Nog eens een lang fietstochtje en dan vanaf. Dinsdag ga ik naar Nolwenn. Nolwenn gaat morgen naar een vriendin en ze blijft al aan het slapen. Dus dat is een keer goed als ze een keer iets gaat gaan doen met haar vriendinnen. Dat is ook heel belangrijk. En dan dat is het eigenlijk een beetje voor vandaag en morgen. Hè. Ik ga douchen en dan ben ik zo bij jullie terug. Oké, dus een van de redenen waarom ik eigenlijk ook vlog is omdat ik mensen wil motiveren, inspireren en... Gewoon omdat ik zoveel zelf hou van sport en ik zie gewoon zoveel jongeren tegenwoordig, vooral, ja, ik ga niet echt uit of zo, maar als ik uitging jaren geleden, dan zag ik al mensen van gelijk 14, 15, 16 jaar, ook mensen van mijn leeftijd, hè, die drugs doen, die superveel drinken, die roken en zo, en gewoon letterlijk roken op een dagelijkse basis. Ook op mijn school, nu zie ik dat nog steeds, gewoon superveel mensen die roken. En ik vind dat gewoon oprecht vies, dat mensen dat kunnen doen aan hun lichaam. Ik vind gewoon, heb respect voor je lichaam, doe het beste met je lichaam, en probeer gewoon het beste uit jezelf te halen. En dat gebeurt niet als je rookt, drugs doet, of superveel... uitgaat. Je mag natuurlijk een keer uitgaan. En niet iedereen is zoals ik, die niet graag uitgaat. Maar als je uitgaat, doe het dan. Je moet daarvoor niet roken om plezier te hebben. Je moet daar niet voor in het ziekenhuis zuipen om plezier te hebben. Ik bedoel, daar haalt je niet je plezier uit. Probeer gedisciplineerd te zijn. Probeer hard je best te doen om het beste uit je leven te halen. En dat is iets wat ik wil door proberen geven aan mijn vlogs. Door te tonen van, kijk, je moet hard werken voor de dingen die je wilt doen. Het gaat niet zomaar uit de lucht komen vallen. Je moet er nu eenmaal hard voor werken, dat is nu hoe het is. Ik vind gewoon dat het belangrijk is om de beste versie van jezelf eruit te halen. En als ik gewoon iemand kan inspireren om een 5 kilometer te lopen, of een keer 10 kilometer te lopen, of gezonder om te gaan met zijn leven, of een keer na te denken van, wat wil ik nu eigenlijk? En te werken naar je doelen. En ook al zijn die doelen misschien simpel, dat je toch je doel bereikt of dat je probeert te werken naar iets. En als ik één iemand kan inspireren daarmee, bij mij is dat bijvoorbeeld mijn triathlon dat ik super graag doe en waar dat ik gewoon bepaalde doelen in heb of waar dat ik mijn plezier uit haal uit sporten en gewoon even in mezelf zijn. Ik ben er redelijk
introvert soms, behalve bij mijn vrienden. Zoals ik zei, ik ben niet de persoon die constant uitgaat, die constant wil gaan feesten. Ik ben niet zo. Ik haal mijn plezier uit het sporten en uit, ja, uit mezelf pushen om een betere versie van mezelf te worden en om het zo goed mogelijk te doen. En als ik één iemand van jullie daarmee kan inspireren, dan is eigenlijk mijn missie al geslaagd op YouTube hier. En dat is eigenlijk iets wat ik zo graag zou willen bereiken. En ook al is het maar één iemand dat ik kan helpen, dan is het toch tenminste één iemand die ik heb geholpen. Dus dat zou fantastisch zijn. Dus als dat ooit lukt, dan zou dat echt geweldig zijn. Dus ja, dat wil ik nog even zeggen. Ik ben even, ga ik even editen. Ik zal het even tonen. Kijk, ik ga hier nog even de vlog editen voor morgen. Want morgen ga ik gaan fietsen, 4 uur met Jente. Dus zoals ik zei, en dan ben ik waarschijnlijk pas rond 14 uur thuis. Dus ik ga gewoon even nu zorgen. Ik heb nog een uurtje voordat ik ga gaan slapen. Mijn wekker staat om 8 uur. Dus ik heb nog ongeveer een klein uurtje. En dan ga ik die vlog af editen. Er zijn toch maar 4 beelden voor morgen. Dus een iets kortere vlog nog een keer. In een langere tijd. Als dat aan het renderen is, kan ik nog mijn kleren in de kast stoppen die daar liggen. Je kunt het niet echt zien. Ga ik die kleren even in de kast stoppen. En dan dat hier allemaal doen. En dan kan ik mijn kleren klaar voor morgen om te fietsen. En ik denk dat dat wel moet lukken allemaal in een uurtje. Terwijl het aan het renderen is. Dus dat moet allemaal wel goed komen. Ik ga de vlog denk ik nu al afsluiten. Maar dan weet je wat ik nu ga doen. Er gaat ook niet veel speciaals meer gebeuren. Dus alleszins, ik hoop dat jullie genoten hebben van de vlog. Morgen ben ik er natuurlijk weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, ciao kus. Slaap zegt schatje.